In deze aflevering van 100 min en ouder richten we ons op de inburgering van statushouders en vooral op betaald werk voor statushouders. En hierover praten we met de wethouder van het sociaal domein, twee ambtenaren die dagelijks met de praktijk van de inburgeringsroute te maken hebben, de voorzitter van de industrie- en bedrijvengroep Edam Volendam, enkele statushouders die inmiddels betaald werk hebben en enkele werkgevers die we ontmoeten op de bijeenkomst van Meet and Greet in de Jozef in Volendam. Maar het speech wordt afgebeten door de burgemeester van de gemeente Edam Volendam, mevrouw Lieke Sievers. Er wordt heel veel van statushouders gevraagd. Immers, statushouders die komen uit landen met gewoonten en culturen die heel anders zijn dan ze hier in onze gemeente ervaren. En als burgemeester stelt u alles in het werk om de inburgering zo goed en zo kwaad als dat gaat te laten slagen. Onder andere met de bijeenkomst Meet and Greet in de Jozef in Volendam. Wat is Meet and Greet? Well, Meet and Greet is een mogelijkheid om laagdrempelig werkgevers en statushouders elkaar te laten ontmoeten. Om inderdaad de toegeleiding naar betaald werk zo makkelijk mogelijk te maken. Maar misschien voordat we de diepte nog ingaan, wil ik nog even iets zeggen over wat statushouders nou eigenlijk zijn. Want er wordt van alles door elkaar heen gegooid. Asielzoekers, veilige landers, statushouders. Statushouders zijn mensen die hier al een vergunning hebben om te mogen blijven. Die hier al een aantal jaren wonen. En die of in de inburgeringscursus zitten of hem al gehad hebben. En die dus Nederlands aan het leren zijn. Die vaak veel meer weten van ons land na de inburgeringscursus dan wij er zelf van weten. En die heel graag onderdeel wil uitmaken van deze samenleving, juist door betaald werk. Ze willen er gewoon bij horen. Wat verwacht u van Meet and Greet? Wat ik verwacht is een hele inspirerende ontmoeting met veel enthousiasme, zowel van werkgevers als de statushouders zelf. En dat er veel kansen worden geboden en worden genomen om aan het werk te komen aan de ene kant en om personeelsgebrek aan de andere kant op te lossen. Want heel veel statushouders komen hier, die hebben een vak gehad in het land van herkomst, hebben dat onderhouden of willen graag bijleren. En daar kunnen werkgevers heel veel plezier van hebben, want op dit moment is het een groot probleem met de arbeidskrachten. Wat wilt u iedereen die op de Meet and Greet bijeenkomst is geweest graag meegeven? Wat ik mee wil geven is zegt het voort. Want de Meet and Greet is nu maximaal 15 werkgevers uit onze gemeente en daarbuiten die komen om kennis te maken met statushouders die willen werken en die kunnen werken en wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Maar dat zijn de eerste 15 bedrijven. Er komen wel veel meer statushouders en ik hoop dat er nog veel meer bedrijven op deze manier uitgenodigd worden om contact op te nemen met de gemeente of met de IBEF om te zorgen dat we hoe meer mensen aan het werk krijgen, hoe beter. En wat wilt u meegeven aan de kijkers naar ons programma 100 min en ouder? Nou, roep dus ook degene die een onderneming hebben op om vooral die kennismaking op te zoeken, want er ligt arbeidspotentieel. En aan degene die statushouders kennen of mensen in de buurt die nog de weg aan het zoeken zijn naar hoe komen we aan werk, verwijzen naar de gemeente, naar de collega's die daarmee bezig zijn. Want die zijn met ontzettend veel goede initiatieven bezig om de drempel zo laag mogelijk te maken. Want uiteindelijk wordt iedereen alleen maar beter van werken en er op die manier bij horen. Zeker ook om de taal te leren, want daar hebben we allemaal plezier van. Hoe stimuleert u verder het opbouwen van een breed lokaal draagvlak voor de nieuwkomers? Nou ja, taal leren en werken is het allerbelangrijkste. En dat stimuleren we onder andere natuurlijk door dit soort bijeenkomsten. Maar ook bijvoorbeeld door bijeenkomsten die we gehad hebben in het kader van de voorbereiding op de verkiezingen. Hebben we ook heel veel mensen uitgenodigd die inmiddels een status hebben die dus mogen stemmen. Hoe dat in elkaar zit bij ons, want niet iedereen komt uit een democratisch land. Heel veel andere cursussen, trainingen, vrijwilligerswerk, ontmoetingen organiseren. Dingen die wij inderdaad kennen in Nederland, waar zij dan ook mee kennis maken. Op allerlei vlakken, voor de kinderen gebeuren er dingen om mensen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen hier. En aan te laten sluiten bij wat er in Nederland gewoon en gebruikelijk is. Hoe ziet u de rol van de gemeente en de lokale ondernemers voor de integratie van de nieuwkomers, anders dan wat u net gezegd heeft? Nou, integratie is natuurlijk het uiteindelijke doel, hè? Dat je met elkaar als Nederlanders samenwoont, samenleeft. Want statushouders zijn mensen die
Over het algemeen ook naturaliseren. Die hebben gekozen om in Nederland te blijven wonen. Die hebben daar ook recht op om dan nu in Nederland te blijven wonen na al die jaren. En uw woord exact wat u gebruikte. Integratie. Ja, die integratie. Nou, dat gaat eigenlijk vanzelf op het moment dat mensen de taal leren en werk hebben. Want op het werk leer je elkaar kennen, leer je elkaar waarderen. Over en weer ook mekaars gebruiken kennen. Dan kunnen er dus prettige grapjes over elkaar gemaakt worden. Want iedereen heeft zo zijn eigen eigenaardigheden. Dat is binnen Nederland zo. Want een Limburger is geen Volendammer en een Fries is geen Zeeuw. En als je daar met elkaar een beetje op een prettige manier mee om kan gaan, dan bevordert dat alleen maar op de goede manier in Nederland met elkaar samenleven. Het is niet in elke cultuur vanzelfsprekend dat mannen en vrouwen betaald werk doen. Wordt aan dit aspect hier extra aandacht gegeven? In Nederland is dat volstrekt vanzelfsprekend. Dat mannen en vrouwen de gelijke rechten en de gelijke plichten hebben. Je zou het niet altijd zeggen, want ook in Nederlandse gezinnen is die gelijkwaardigheid er niet altijd. Maar in principe is dat wel de bedoeling. Onze grondrechten en ook onze burgerrechten geven daar alle aanleiding toe. Dat betekent in het geval van de statushouders dat er geen enkel onderscheid wordt gemaakt. Dus voor mannen en vrouwen wordt hetzelfde aangeboden. Ze komen ook naar de meet and greet, mannen en vrouwen, op 16 juni is dat trouwens. En ook in de sfeer van inburgeringscursussen, alles wordt op dezelfde manier aan mannen en vrouwen aangeboden. Wat vindt u ervan dat de gemeente de regierol over het inburgeringsrecht heeft? Dat is zo bepaald in de nieuwe wet inburgering van vorig jaar. Maar hoe staat u daarin? Het is een pak werk en we hebben gelukkig hele goede collega's hier die dat hebben als verantwoordelijkheid hebben. Die ook daar zoveel goede dingen in doen dat inmiddels ook grotere gemeenten bij ons komen kijken hoe wij dat doen. Ik vind het een goede zaak dat het bij de gemeente ligt. Ik vind wel dat het Rijk met ook alle andere taken op gebied van participatie, van jeugdwet, van WMO, wat in hele korte tijd allemaal naar de gemeente is overgedragen, dat wel veel tegelijk is geweest. Dat we eigenlijk iets te weinig tijd hebben gekregen en zeker te weinig geld. Want de gemeenten hebben al die taken gekregen zonder dat er op een gelijkwaardige manier geld bij is gekomen om ook het personeel aan te kunnen trekken wat er voor nodig is om die taken allemaal uit te kunnen voeren. We doen het wel, want we geloven erin. En we geloven zeker ook op het gebied van participatie en inburgering dat echt van ons gevraagd mag worden. En dat wij ook als gemeente het beste ertoe toegerust zijn om die taken te kunnen uitvoeren. Want wij kunnen ook de samenhang met andere gebieden, andere thema's kunnen wij bewaken. Daar werken we ook in samen, in het college, binnen het ambtelijk apparaat, maar ook met ondernemers, met alle verenigingen, met alle andere maatschappelijke partijen. Dus ik denk dat wij de goede partij ervoor zijn, maar er mag af en toe iets minder bezuinigd worden voordat de taken bij ons terechtkomen. Ik wens u en uw collega's heel veel succes erbij. Dank u wel. En we hebben elkaar hard nodig, hè? Ook de samenleving dus, en de bedrijven en de verenigingen. Dus we doen dit allemaal met elkaar. Dank u wel. Dank u wel. Hartelijk welkom. Mijn naam is Vincent Tuyp. Ik ben wethouder samenleving in de gemeente Edam-Volendam. En vandaag zijn wij uw gastheer om deze meet and greet te organiseren in samenwerking met het UWV, het WSP, het Werkgevers Servicepunt. En ook de andere regionale gemeenten. En zoals u ziet is de opkomst qua bedrijven heel erg groot. En ik zie ook al een heleboel mensen die werk zoeken. Dus wat dat betreft denk ik dat we zeker een geslaagde middag gaan beleven. Dat kan niet anders. En ik hoop ook op heel veel matches. Dat zou nog mooier zijn. Want daar doen we het allemaal voor. Waarschijnlijk is er ook heel veel gelegenheid om de mensen echt eventjes goed te leren kennen. Het hoeft niet al gelijk een speeddate te zijn. Het is echt een meet and greet. Dus maak het ook vooral leuk met elkaar. Het is mooi weer. En ik denk ook dat we dan ook, ja, daar word je een beetje blij van. En dan is het ook mooi als we hier ook allemaal weer blij vandaan gaan. Nou, en wat is er mooier als we hier straks allemaal vandaan gaan met de verwachting zoals je die nu hebt, dat die ook is uitgekomen. En dat de werkgevers, nou hopelijk, een aantal mooie kandidaten hebben binnen kunnen halen en dat kandidaten een mooi werk hebben kunnen vinden. Of in ieder geval potentieel werk. Ik wens jullie allemaal heel veel succes en heel veel plezier. En ik zou zeggen, zet hem op met z'n allen. Dank u.
Meneer de Jong, wat kan de IBEF betekenen voor aangesloten ondernemers die nieuwe medewerkers zoeken, maar huiverig zijn om statushouders in dienst te nemen? En hieraan voorafgaand de vraag, wat is de IBEF en wat doet hij? Nou, de IBEF is een belangenorganisatie. Die behartigt de belangen dus van de leden, aangesloten leden. En daarnaast zijn we dus ook bezig met allerlei strategische opgaves hier binnen de gemeente. Denk aan de uitbreiding van een nieuw bedrijventerrein in de Purmer, reconstructie van de Julianenweg, de uitvoering van de economische toekomstvisie 2040. Ja, ga zo maar door. Dat is al een heel indrukwekkende lijst. Heel indrukwekkende lijst. En we hebben veel contacten, zowel natuurlijk binnen de gemeente, die uitstekend zijn, kan ik zeggen. Maar ook in de regio, maar ook provinciaal. Dus het gaat verder dan alleen de gemeentegrens. En wat kan die IBEF betekenen voor statushouders in onze gemeente? Nou, vooral denk ik in samenspraak met de gemeente voorlichting geven aan ondernemers. Natuurlijk in de eerste plaats aan de leden, maar niet ieder ondernemer is lid van de IBEF. Ik denk in zijn algemeen gewoon goede voorlichting wat dit betekent voor een ondernemer. Want ja, er zijn toch wel wat aspecten bij die ingevuld moeten worden. Maar als dat op die manier kan plaatsvinden, dan denk ik dat de stap voor een ondernemer wat makkelijker wordt. Ik denk dat het nu nog een beetje ver van de bedshow is. Is er sprake van enige huiver bij werkgevers hier in onze gemeente? Nee, ik denk dat het eerder onbekend is, maakt onbemind. Dat eerder is. Want werkgevers hebben op dit moment gewoon medewerkers nodig. Als je kijkt naar de openstaande vacature, is dat meer dan werkzoekende. Dan hebben wij gisteren een aantal statushouders geïnterviewd die inmiddels werk hebben. En ik moet zeggen, er is wel volk thuis. Hoe bedoel je? Nou, om ook de werkgevers die personeel zoeken een steuntje in de rug te geven, dat ze niet bang hoeven te zijn wanneer ze een statushouder in dienst zouden nemen. Ik denk ook niet dat het geval is. Je spreekt over bangheid, maar nogmaals gezegd, ik denk dat het meer onbekend is. En als we dat meer voor het voetlicht zouden kunnen brengen, dan denk ik dat die stap wat makkelijker wordt. Doet IBEF ook iets extra's dat heel specifiek is, zodat werkgevers statushouders in dienst kunnen nemen? We weten dat er ook landelijk regelingen en fiscale en subsidieregelingen zijn. Kunnen we daar wat mee? Ja, die zijn mij bekend. Wat ik dus aangeboden heb, en u zag net al dat ze aan mijn vestje trok, aangeboden heb, is om via de werkgroep PNO van de IBEF, we hebben een aparte groep voor personeel en organisatie, dat zijn de personeelsadviseurs van de grotere bedrijven, zoals een Kivo, als een Boon, als een HSB, om daar het verzoek neer te leggen. De opdracht neer te leggen om te kijken van hoe kunnen we dit met elkaar het beste organiseren. En dat zijn vakbekwame specifieke mensen op het gebied van personeel en organisatie. Heeft de IBEF enig idee, trouwens ook die andere werkgeversclubs, van de kwaliteit en de capaciteiten van de statushouders die eigenlijk gezocht worden? Ja, ik heb zelf ervaring. Met een statushouder, een Afghaan, die dus nu omgeschoold wordt tot arts. Hij is daar opgeleid als arts, maar zijn diploma's gelden niet, en vakbekwamen zijn ze, gelden niet hier voor in Nederland. Dat is weer een aanvullende opleiding voor nodig en die wordt op dit moment gevolgd. Ik weet dat ook statushouders vaak prima opgeleide mensen zijn, technisch vakbekwaam, dus op zich prima inzetbaar. Maar waar vaak een probleem ontstaat, dat is de taalbarrière. Nou weten we natuurlijk dat statushouders taalkursussen moeten volgen. Wat zouden ze eigenlijk nog meer kunnen of moeten doen om zo snel mogelijk de Nederlandse taal machtig te worden? Nou, zich ook vooral begeven in het maatschappelijk leven. Dus het verenigingsleven, zorg dat je met veel mensen in aanraking komt, zodat je zo snel mogelijk die taal leert. Ja, als je zegt in het maatschappelijk leven, hè, of het eigenlijk moeten dan ook allerlei maatschappelijke organisaties of verenigingen, die moeten ook warm gemaakt worden om de deuren
te openen voor statushouders. Ja, ik denk dat dat niet zozeer een probleem is. Als je bijvoorbeeld een statushouder die gek is van voetbal, waarom zou die niet bij RKAV of bij de EVC kunnen voetballen? Als voorbeeld. Of volleyballen, of tennissen, of vul maar in. Maar als je dus thuis blijft, op de bank blijft zitten, ja, dan gebeurt er niet zoveel. Nee, dat ben ik met je eens. Je moet zelf... Je moet zelf ook het initiatief nemen. Ja. En vaak is het wellicht dan ook, als dat toch wat schroom is of problemen zijn, om die stap te maken met een begeleider, die stap te gaan maken. Met andere woorden, wat je zegt is natuurlijk wel even een goede hint naar allerlei maatschappelijke clubs. Ja, ik weet niet of u het spotje nog kent rondom ook integratie. Ik meen dat het een spotje was van de overheid met het voetbalteam. Dat een speler uit het buitenland ging meedoen en een doelpunt scoorde en ineens zeg maar tot het team behoorde. Ik heb hem gezien. Dat voorbeeld bedoel ik dus. En als je op die manier kunt integreren in de maatschappij, ja, dan voel je en denk ik veel sneller thuis. En je leert natuurlijk snel die taal. Want dat is een belangrijk gegeven. Ik heb op de website van de IBEF gelezen dat zondag 2 oktober een grootschalig event georganiseerd wordt onder de naam Waterland Werkt. En dat vindt dan plaats op het industrieterrein De Koog in Purmerend. Is deze grootschalige gebeurtenis nou bij uitstek geschikt voor statushouders ook uit onze gemeente die werk zoeken? Is naar mijn mening natuurlijk geschikt, want dat staat voor iedereen open die werk zoekt en die mag werken. Dus statushouders mogen werken. Dus bedrijven presenteren zich daar naar werkzoekenden. En ik denk dat statushouders en ook weer wellicht als dat problemen oplevert met taalbarrière, om een begeleider daarin mee te nemen. En ik ken een ondernemer die gewoon zegt van, joh, het maakt mij allemaal niet meer uit als een petje maar goed staat. Als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Oftewel, ik leer hem het vak wel, of haar, als hij maar wil om te werken. Dat merken we bij statushouders. Die mentaliteit, die is oké. Ja. Heeft de IBEF ook contact met het werkgeversteunpunt? Ik wil even terugkeren naar het onderwerp van net. Want ik denk dat we ook een belangrijke banenmarkt vergeten. En dat is in het kader van Purmer 400 jaar. En dat is op 8 juli in de Purmer. De feesttent die daar staat, wordt op 8 juli van 10 tot 4 's middags een banenmarkt ook georganiseerd. Dus het is en-en. Ja, ja. Dus ik denk dat het goed is dat daar ook de nodige ruchtbaarheid aan gegeven wordt. Het staat in het programma, maar ik denk dat het ook goed is dat het verder gecommuniceerd wordt. Heeft IBEF ook contact met het werkgeverssteunpunt? Ja, we weten dat een werkgever die kan daar allerlei informatie in winnen. Ja. Nee, wij hebben contact met het werkgeverssteunpunt. Wij hebben zelf ook in die werkgroep PNO, wat ik net zei, een arbeidsjurist zitten. Dus die helpt ons ook vaak op weg. Maar wij hebben met het gezamenlijke bedrijfsleven in de regio Waterland, vertegenwoordiging in de WSP, dus het wijksteunpunt, bij de persoon van Thierry van der Weijden. En hij is voorzitter van de VOA. En de VOA is weer een koepelorganisatie van bedrijvenvereniging in deze regio. Yeah. Dus we hebben die krachten zeg maar allemaal met elkaar verbundeld. Is er nog iets wat u statushouders en ook werkgevers mee zou willen geven naar aanleiding van Meet & Greet? Nou, ik zou mee willen geven van sta open en dan richt ik mij even tot het bedrijfsleven. Sta vooral open om te kijken of jij dus openstaande vacatures binnen je bedrijf ter beschikking kan stellen aan een statushouder. En ik denk dat je verrast wordt. Ik spreek nu 6 statushouders die gaan vertellen wat voor werk ze doen en hoe het zo gekomen is dat ze hier in Nederland zijn. Het eerste stel dat ik interview, dat is een echtpaar. Dat zijn Rahaf en Temim. Ja, hoe zijn jullie gekomen en wat voor werk doen jullie? Ja. Wij spreken een beetje Nederland, maar wij liever spreken Engels. Zodat onze idee is, kunnen oud beter voor ons in Engels spreken.
Ja? Oké. Okay. Ja, so, ik ben Rehav. Wij werken in ons bedrijf. Wij zijn ondernemers. Ons bedrijf Davi, wij zijn hier al 2 jaar. Wij komen uit Syrië. En we are happy hier in Nederland. Ja, so, ik ben Tamim. Ik woon met Rehav en mijn zoon in Oosthuizen. En wij werken in ons bedrijf Davi. Wij maken Davi koffie alternatief van dadelsbitten. Wij gerosten de dadelsbitten en gemalen de gerosted bitten. En de boeder is dezelfde koffieboeder. En Davi is koffie alternatief. Ja. En wij zijn 1 jaar en een half. Wij begonnen in coronatijd. Ja, in augustus vorig jaar. Ja. En nu wij hebben heel veel bestellen op de website en Davi aan 25 winkels in Nederland. En werken jullie nog met z'n tweeën of hebben jullie inmiddels ook personeel in dienst? Ja, ik werk als fulltime met, ja. Met ons bedrijf. En voor mij, mijn baby 6 maanden, so ik help hem not too much now, but before yeah we were working a lot together. Ja. Welke rol zouden ondernemers kunnen spelen om statushouders een kans te bieden? Ja, denk ik dat investeren in de statushouders. En die is de beste ding te doen in Nederland. I think the person as a status holder, he has a family. And the family is like 3-4 persons. And the family is part of the big community. So when like local business support this person and hire him for example, for 2 months, he will support the family, and the family will support the community. And then, as a part of this community, as a status holders, I will see other people working with the local entrepreneurs or local businesses, in for example, in Volendam. Then I will encourage myself to be as an employee or as a mid-worker with the companies. Welke rol heeft de gemeente gespeeld in jullie onderneming? Ja, voor ons, de gemeente geeft ons de speciaal case voor ons. En zij geeft ons full support. Zij geeft ons... legal support en how kunnen zijn een nieuw bedrijf openen en how kunnen werk in Nederland als ondernemers en wat is ondernemers en natuurlijk they support us financially. Zijn er nog andere partijen die een rol gespeeld hebben in het tot stand brengen van jullie ondernemers? Ja, wij zijn part of the community in Noord-Holland and we are working with another programs who are supporting also entrepreneurs and supporting newcomers in Noord-Holland, yeah. And the program called GoNH. Go North Holland, yeah. And also we are, yeah. Yeah, and there is a newspaper, local in Oosthuizen, wrote about ons verhaal. And is dat de uitkomst? Nee, dat is North Holland Dagblad. Oh ja, North Holland Dagblad. Ja. Ja, hoe is het om vanuit een heel andere cultuur waar jullie uit vandaan komen? Hoe is het nou hier om je draai te vinden? Ja. In Syrië, wij hebben verschillende cultuur. So we used to live with like different people, like also yeah. Netherlands mensen. So we love the environment here. Nederland is heel veel multicultuur. Ja. Hoe zijn de contacten met buren?
Ja, wij hebben heel mooie buren. En de eerste week voor ons in Oosthuizen. Wij gaan uit naar onze boeren en knock the door en introduce ourselves. Wij zijn nieuw hier en wij zijn Rahaf en Tamim en wij komen uit Syrië. They help a lot, they bring stuff for baby and cadeautje, kaartje. In andere woorden, de opvang van de buren, jullie buren, die is heel goed. Heb je nog hebben jullie nog een tip hoe jullie als statushouders of als Nederlander statushouders behulpzaam kunnen zijn? As a newcomers, because the statushouders also they are new, so they need time to adopt the new situation. So we encourage ourselves to ask. And what we found here, the Netherlands, they houdt van vragen. Met andere woorden, als er andere statushouders komen, dan is de belangrijkste opmerking van zorg ervoor dat je veel vragen stelt aan de Nederlanders. Ja. Jullie gaven al aan hè, dat jullie goed contact hebben met de buren. Ja. Hebben jullie ook al gewoon Nederlandse vrienden waar je gewoon uitgebreid Nederlands mee praat en ja, natuurlijk. Ook weer bij elkaar op bezoek komt? Ja, natuurlijk. Hebben wij bijna 10 vrienden. Nederlandse vrienden. Beste vriend. When in Rotterdam, André Man in Monkeydam en in Amsterdam, they support us and sometimes wij gaan in het weekend. Zijn as family for us. Yes. Yeah. Sorry for me. Yeah. En wij hebben vriendin in Monkeydam, jong, en zij is als onze sister en haar familie. En Robert in Rotterdam en hij is als onze vader. En Ruth in Amsterdam, zij geeft ons vroeger komt hier in Oosthuizen. Zij geeft ons een kamer in haar huis in Amsterdam voor 4 maanden. En zij is onze moeder, als onze moeder. Hebben jullie naast jullie bedrijf, want daar gaan natuurlijk heel veel uren in zitten, komen jullie nog toe aan hobby's en ander soort acties? Ja, wandelen en boek lezen, en soms muziek luisteren. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes bedankt. Met het verder tot ontwikkeling brengen van jullie onderneming. Ja, bedankt. Ik hoop jullie, en ook veel succes daarnaast met jullie zoon. Ja. Ja, heel bedankt. Heel bedankt. Dank je wel. Sorry voor baby. Ja. Ik spreek nu met Subai en met Aman. En Subai die gaat eerst een gedicht voordragen. Licht en donker. Licht is een toekomst voor mij. Een hoop. Licht is een lamp voor mij. Ik loop op weg met hem. Licht is een vrijheid voor mij. Mijn ziel opent helemaal met hem. Licht is een vriendin. Het water dat ik drink. Het eten dat ik eet. Het licht in mijn ogen. De schoonheid net als een vrouw. Dus ik hou van licht. En ik zal dat doorgaan. Donker is een viand voor mij. Ik ben bang voor donker, net als een kind. Donker is een wanhoop voor mij. Als donker er geen heeft, is daar een moeras. Donker is een vuur voor mij, maar er geeft
niet licht. Ze een vuur dat het alles verbrandt. Daarom hou ik niet van donker. En ik zal dat doorgaan. Subai, waarom als introductie dit gedicht? Ik hou van gedicht. Toen ik in Turkije was, schrijf ik heel veel. Ik leer Nederlands. Ik wil heel veel gedichten schrijven. Deze gedicht is een begin voor mij. Ja, ik begin licht en donker. Licht en donker zijn erg belangrijk voor mij. Maar ik hou van licht. Dan gaan we meteen verder. Hoe ben je aan werk gekomen? Ja, ik werk bij de Rabobank. Ja, ik werk al vier maanden. Ik controleer. Ja, ik bereid voor analist dossier. Ja, ik ben blij met werk. Hoe ben jij aan werk gekomen? Ja, ik heet Aman. Ik ben getrouwd. Ik kom uit Eritrea. Ik heb twee kinderen. Ik ben door mijn taalcoach in contact gekomen met Harry. Harry, dat is een schoonmaakbedrijf, Harry. Schoonmaakbedrijf, Harry. Ja, ja. En toen? Ben ik begonnen met Harry. Ja. En je werkt nog steeds bij Harry? Ja, ik werk al met Harry al 5 jaar. Nu begon ik vanaf januari voor mezelf, als glazenwasser. Kijk dan. Ja. En dat doe je in Oosthuizen of kom je ook in de andere kernen van Edam Volendam? Ja, ik ga in de omgeving Edam Volendam en Oosthuizen ook. Ja, ja. Welke rol zouden lokale ondernemers kunnen spelen om statushouders een kans te bieden? Jij werkt bij de Rabobank. En er zijn nog, denk ik, veel statushouders die echt hun best doen om werk te vinden. Wat zou je hun willen adviseren? Ja, wij zijn allemaal een opleiding in Turkije, in Eritrea, in Iran, in Syrië. Daarom zijn we erg goede mensen om te werken. Daarom moeten we elkaar met ondernemers om kennis te maken. In dit geval ondernemers en ons met elkaar kennis te maken. Daarna denk ik alles goed komt. Aman, hoe ben jij geholpen aan werk bij Harry? Heeft de gemeente je daarbij geholpen? Waren er andere partijen die je daarbij geholpen hebben? Hoe zat dat in jouw situatie? Ja, ik zei net, ik ben door mijn taalcoach. Door mijn taalcoach. Heb ik die werk gevonden. Ja, ja. Nou, je bent al, hoeveel jaar ben je al in Nederland? Ik woon al 6 jaar. 6 jaar in Nederland? Ja. Hoe vind je het nou om vanuit je vorige cultuur hier in deze cultuur, en dan met name hier in Volendam, je draai te vinden? Ja, aan het begin was het moeilijk. Er is een andere cultuur, ja. Er is een andere weer. Aan het begin was het moeilijk, maar nu we hebben vrienden, wij doen contact met mensen. Ja, ik stel ook vragen aan mensen,
eigenlijk in, ik vind ook in Nederland dat mag vragen. Als je vraagt, krijg je iets. Aman, je woont natuurlijk ook met een uitkering. Ja. En zo'n uitkering is geen vetpot. Met andere woorden, je moet echt je uiterste best doen om iedere maand de eindjes aan elkaar te knopen. Ja. Met andere woorden, voor jou was werken natuurlijk een uitkomst om uit die situatie te geraken. Ja, met uitkering kan ik leven, maar ik moet zuinig zijn. Als ik werk heb, krijg ik meer geld, meer verdiend. Dus, Subai, jij werkt bij de Rabobank. Hoe ben je daar in dienst gekomen? Ja, ik heb een uitzendbureau aangemeld. Ja, daarna werd ze gebeld. Ja, jij wil Rabobank werken. Ja, ik zei dat een beetje niet genoeg Nederlands, niet genoeg ervaring. Maar zeiden dat geen probleem, op de weg alles goed. Daarom begon ik bij Rabobank te werken. Nu een beetje moeilijk, zowel Nederlands als andere werk voor mij. Maar ik geloof dat alles goed komt. Hoe zijn jouw contacten met Nederlandse buren? Wij houden van Volendam en Volendammers. Ja, Volendammers, vooral mijn buren, buurman, buurvrouw, helpen ons. Dat is erg belangrijk voor mij, een begrip voor Nederlanders. Niemand wil eigen land, maar wij moesten uit eigen land naar Nederland voor vrijheid en veiligheid. Daarom willen we alleen begrijpen, snappen voor Nederlanders. Wij werken hard, ik en mijn vrouw. Mijn vrouw werkt zes vrijwilliger, als vrijwilliger. Heb je nog tips voor Nederlanders in hun houding tot statushouders? Een beetje begrip, een beetje met elkaar dialoog zeggen, en kennis te maken, mensen zijn prachtig en krachtig en blij en tevreden met elkaar kennis te maken. Ik vind het een heel mooi afsluiter. Dank jullie wel. Abdul, hoe ben jij aan je baan gekomen? Eigenlijk heb ik een vriend die werkt als een stagiair bij een uitzendbureau. Toen was ik op zoek bij hun en ze zei, ja, als u wilt kan ik jouw cv aan hem doorsturen aan de eigenaar van het bedrijf. En ik zei, ja, dat is leuk. Dus ik heb wel mijn cv aan haar gegeven en ze geeft het door aan de eigenaar van de bedrijf, van het uitzendbureau. En toen heb ik een gesprek met hem gehad. En zij werken alleen bij een overheidssector. Dus ik had de kans om een data invoerder bij de omgevingsdienst. En toen had ik ook een sollicitatiegesprek.
En toen lukt het. Jij doet dit werk, hè, maar in het land waar je vandaan komt, wat voor werk deed je daar? En wat voor opleiding heb je daar voltooid? Ja, iets anders. Ik ben een archeoloog. Ik heb een archeologie afgestudeerd. Dan begon ik meteen met, toen ik nog aan het studeren was, werkte ik in een ziekenhuis als een supervisor. En toen ik klaar ben met mijn studie, begon ik met sales, marketing, public relations en zo. En toen ik naar Nederland gekomen, begin ik zo meteen ook de taal te leren en zo. Maar ik besef dat als een verkoper, de taal is je eigen gereedschap. Dus als het zwak is of niet goed is, dan gaat het niet lukken met een verkoper. Dus ik moest ergens beginnen. En ik had die kans, want met data invoering heb ik geen veel contact met mensen. Dus het is alleen data die je voert in een systeem. Dus dat vond ik leuk, als een begin. En toen, ik ben dankbaar voor de omgeving, die ze hebben wel een kans gegeven. En ze hebben wel meer taken aan mij gegeven om door te groeien. Om gewoon meer begrip te hebben over wat doen we eigenlijk met de omgevingsdienst. En stap voor stap ben ik wel een adviseur geworden. En nu ben ik al 2 jaar bij de omgevingsdienst. Noordzeekanaalgebied als een adviseur. Bodem adviseur. En ja. En Mohammed. Ja. Wat voor werk doe jij? Hoe ben je aan dat werk gekomen? Ik zou 's ochtends zitten achter in mijn laptop. Die is dan mijn safe instrument voor bedrijven. Dan ik krijg één antwoord van mij. Dan met mijn arbeidscoach samen naar de mij. Dan ik krijg dit pad. En wat houdt je baan zowel in? Wat doe je precies? Ik werk met de CNC-machine, die is draaier. Ik ben draaier. Ik ben vroeger in mijn land, ik heb zelfde. Welke rol kunnen lokale ondernemers spelen? Want er zijn nog veel meer statushouders die nog in een uitkeringssituatie zitten, om die aan het werk te krijgen. Wat zouden die ondernemers kunnen betekenen voor hen? Volgens mij voor allebei partijen gewoon durven. Dat is het. Het is niet een slechte ding als je gaat bij een bedrijf of bij een ondernemer solliciteren en hij zegt nee. Dat is niet erg, volgens mij. Dat is gewoon, dat is gewoon proberen. Yeah. En dat werkt zo. Misschien, kijk, in elk land hebben ze wel een verschillende culturen over werk vinden. Dus stel je voor dat je in Syrië bent, dan het hangt echt van hoeveel kennis heb je, of heb je wel een iemand in een hoger niveau of zo. Dus dat is belangrijk. Maar hier wel, dat speelt een rol, maar het is niet de belangrijkste rol eigenlijk. Je moet wel een mooie cv hebben, je moet de motivatie hebben voor de baan die je ervoor solliciteert. Dus ook voor de andere partij, ik bedoel de ondernemers, moeten ze ook durven om gewoon een iemand van een andere werkcultuur binnen te nemen. Dus weet je, het is niet echt erg als een iemand met een verschillende cultuur of heeft hij een andere taken die je gewend bent. Dus stel je voor dat je werkt binnen een bedrijf, net zoals Mohammed. Je bent eigenaar van de bedrijf en daar komt een iemand zonder een Nederlandse mbo of een hbo. Yeah. Maar hij heeft wel zijn eigen kennis, hij heeft zijn eigen niveau. Yeah. Weet je? Hoeft niet per se in het Nederlandse eisen, weet je? Dat is het. Dus gewoon durven ook. Ik denk dat het wel een hele belangrijke opmerking is. Dat er bij ondernemers in veel gevallen nog sprake is van koud watervrees, terwijl het helemaal niet nodig is. Mohammed, heb je veel moeite
gehad om je, je aan te passen aan de cultuur hier in Nederland en dan onze gemeente in het bijzonder? Sorry, man. Nou, kijk, je komt vanuit een andere cultuur, kom je dan hier in onze gemeente en moet je toch wel even wennen. Ja, die is voor mij is heel moeilijk, eerst heel moeilijk. Maar wij komen hier voor beter leven. Moet wij met ik moet mij aanpassen aan de vooruitgang van mijn leven. En dat lukt. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor Abdul. Ja, ja. Nee, het is wel wennen. Net zoals Mohammed zei, dat is gewoon wennen. Je bent in een nieuwe omgeving, met een nieuwe gezegde, een nieuwe taal, nieuwe alles bijna. Ja. En die Nederlanders, vallen die mee, gewoon in de omgang? Wel. Dat merk je wel, dat Nederlands is wel een, niet alleen maar één cultuur, maar het is een meervoudige cultuur. Ja. Zeg ik dat juist, meervoudige cultuur. En ze zijn gewend aan buitenlanders. Ja. Het is niet een rare ding als je iemand op straat ziet. Nee, niet zoals jou. Maar gaat dat ook voor je naaste buren? Zijn de contacten daar goed mee? Ja, ik heb mooi. Goede boeren. Eerste keer, ik heb belastingdienst aangifte doen in Fulda, maar eerste formule kijken, die is heel moeilijk voor mij. Dan helpen, hij helpt me. Toen ook het. Ja. Wat waarderen jullie nou bijzonder in de Nederlandse cultuur? Ja, voor mij is het eerlijkheid. Ja, eerlijkheid. Ja. Echt strijd, direct. Yeah. En ja, het is gewoon, wat Nederlanders denken, zeggen. Ja, dat doen de Nederlanders ook in de wereldpolitiek, hè? Die zijn zo direct dat dat wel eens enige afschuw opwekt bij niet-Nederlanders. Maar je weet wel meteen waar je aan toe bent. Ja, zeker. En dat is denk ik ook wel. Dan kun je positief uitleggen. Ja, maar kijk, het is grappig dat het nog zo, het is net zo, Amassie, je mag altijd vragen. Maar er is een collega van mij die zei, ja, je mag altijd vragen, maar er is geen garantie om een antwoord te krijgen. Dus dat wel. Dus je mag altijd vragen. De gemeente die is jullie ook behulpzaam geweest bij het vinden van werk? Of heeft de gemeente vooral een belangrijke rol gespeeld bij de inburgering? De gemeente biedt altijd training voor nieuwkomers. Ja. Norm, mijn mening moeten motivatie zijn, maar het werk te gaan. Voor mij was het mazzel dat ik heb wel mijn eigen weg gevonden. Maar wel de gemeente helpt. Ik herinner me dat ik heb een soort begeleider. Als ik een vraag heb of een iets over hoe moet ik wel solliciteren, of ik een sollicitatie of een motivatiebrief moet schrijven, dan kunnen ze me helpen. Ook VVN, dat moet ik niet vergeten. VVN helpt graag. Niet alleen maar ik, maar andere mensen ook. Vluchtelingen, statushouders. En ja, in mijn geval was het een beetje apart, maar ik denk dat het helpt. Demi, wat is jouw rol in deze? Ik ben beleidsmedewerker voor de statushouders en inburgering. En Joep? Ik ben ook beleidsmedewerker voor de statushouders en de inburgering. Even een kleine inleiding. De gemeente Edam-Volendam die heeft net als alle andere gemeenten in Nederland een routekaart inburgering. En op papier is het inburgeringstraject goed geregeld. De praktijk om als statushouder
na het doorlopen van de route een betaalde baan te verwerven en als zelfstandig burger te kunnen functioneren, is bij lange na niet vanzelfsprekend. Per 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering ingegaan. En een van de problemen in de oude wet was dat er te weinig begeleiding was voor statushouders die opgeleid moesten worden voor deelname aan het arbeidsproces in Nederland. Demi, wat is nou de belangrijkste verandering in de nieuwe wet inburgering? Dat de regierol weer terug naar de gemeente, waarvan dat wij veel meer toezicht hebben met betrekking tot de ontwikkelingen van de klanten, de statushouders, zowel participeren en taalondersteuning. Je noemt het woordje participeren. Wat hebben statushouders nodig om te kunnen participeren? Ze hebben hulp nodig, eigenlijk van ons allemaal. Ze hebben maatschappelijke begeleiding nodig. Ze hebben ondersteuning nodig van ons. Want ze komen hier naar Nederland, in een onbekende land in Nederland. Ze zijn hier naartoe gevlucht. En ze zijn geen, hoe noemen ze dat, is het juk? Hulpzoeker? Nee. Ze zijn geen gelukzoekers. Gelukzoekers, ze zijn geen gelukzoekers. Dus ze komen hier omdat ze dan gedwongen zijn om hier naartoe te komen. En om te kunnen participeren, betekent dat ze dan wel hulp van alle mensen, hier voornamelijk in Edam-Volendam, dat ze bijvoorbeeld aan de slag kunnen. Ze krijgen dan aanbod om de Nederlandse taal te leren. Maar ze moeten ook natuurlijk in de praktijk uit kunnen oefenen door middel van vrijwilligerswerk. Of is het betaalwerk? Of is het dan leerwerktraject? Dus alle mogelijkheden moeten geboden worden aan die mensen. Maar ze hebben nog geen netwerk hier in Nederland. En mogen statushouders werken? Ja, de statushouders mogen werken. Daarvoor, met de oude wet inburgering, voor 2013... is nog geen generaal pardon gegeven. Wat houdt het in een generaal pardon? Dat de statushouders eigenlijk destijds niet mogen werken. Dus vanaf 2013 zegt de wet, laat ze maar ook werken, laat ze ook nog betekenen voor de maatschappij. En laat ze ook de Nederlandse taal mogen leren. En dan kunnen ze ook nog een kans aangeboden worden om in Nederland te verblijven. Nu is het zo dat we praten over statushouders, maar bij heel veel mensen leeft het idee dat een statushouder nog hetzelfde is als een asielzoeker. Maar er is toch wel een groot verschil tussen die twee begrippen. Absoluut, absoluut. De status, dat is ook niet alleen maar eigenlijk voor mensen, voor de normale burgers, zelfs voor onze collega is het ook al moeite hebben om verschil te maken tussen asielgerechtigden en statushouders. Asielgerechtigde, ik denk dat mijn collega ook hier kunnen vertellen. Jawel. Kijk, in het algemeen heeft men het altijd over asielzoekers. Maar dan heb je het over de groep die, vluchtelingen die naar Nederland komen. Die worden opgevangen in voornamelijk Ter Apel. En dan wordt er gekeken van, zijn uw gronden waarop u beweert dat u vlucht, zijn die gegrond? Is dat ook zo? Dus daar wordt echt goed onderzoek naar gedaan of iemand echt een vluchteling is volgens de definitie die daarvoor geldt of niet. Nou, in het geval dat dat zo is, dan verkrijgt men status voor een bepaalde tijd. Het is niet zo dat je meteen toegang krijgt tot het land voor de onbepaalde tijd. Dus die krijgen status voor een bepaalde tijd. En op het moment dat ze dat gekregen hebben, dan valt ze dus onder de regie van COA. En dan worden ze dus ook verdeeld over het land. En dat COA, van die mensen die status gekregen hebben. COA staat voor? Centraal Opvang Asielzoekers. Ja, dat maakt het al meteen weer ingewikkeld, want daar komt het woord asielzoekers in terug. Yeah. En ik heb het dus nu over de statushouders, want die hebben status gekregen. En dat COA dat gaat die groep mensen verdelen over het land. Want vanuit Den Haag krijgt elke gemeente de zogenaamde taakstelling, een x-aantal mensen, wat je dient te gaan huisvesten.
Nou, dan wordt dat, dat noemen we dan gekoppeld. Dus die worden dan aan de gemeente gekoppeld. En ja, dat wisselt afhankelijk van wat er gebeurt in de wereld, hoeveel dat er zijn. Gemiddeld over de afgelopen 5-6 jaar zitten we op een gemiddelde taakstelling van 50 mensen per jaar. 50, ja. En dan is het natuurlijk afhankelijk van de gezinsgrootte. Ja. Net werd gezegd dat statushouders moeten ook de Nederlandse taal leren. Hè? Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze met diploma's, want het zijn geen gelukszoekers, het zijn mensen die hebben moeten vluchten. Ja. Dus er zijn veel mensen die een goede opleiding in het land van herkomst gehad hebben en ook diploma's hebben. Ja. Hoe zit dat nou eigenlijk met die diploma's die ze meenemen of waarvan ze zeggen dat ze die hebben? Zijn die geldig hier in Nederland of heel specifiek hier in onze gemeente? Nee. Ze moeten dan eerst diploma-waardering gaan aanvragen. Dus tijdens dan verblijf in, bij de COA. En dan regelde dan de COA eerst. Maar soms dat het dan ook niet loopt niet zo erg goed of soepel. Hè, dat het de COA soms dan ook vergeten om de diploma-waarderings aan te vragen bij NUFIC. En dan is het dan, komen dan bij de gemeente. En dan in samenwerking eigenlijk met vluchtelingenwerk. Daar kan het vluchtelingenwerk ook de diploma-waardering aanvragen. Je had het net ook over het inburgeringsproces. Hè? Dat kan op verschillende manieren. Mm-hmm. Je noemde vrijwilligerswerk, een leerwerktraject. Mm-hmm. Heb je ook nog stage, geloof ik. Ja. Wat houden elk van die trajecten? Wat houdt dat in? Ja, ik denk dat het handig is om even uit te leggen wat inburgering inhoudt. Want als wij het hebben, als professional natuurlijk, over de inburgering, dan hebben we het over het wettelijk kader. Dus het proces dat de wet voorschrijft aan de statushouders vanaf, het begint al in het AZC, totdat ze het diploma hebben voor inburgering. En heel kort door de bocht, daar zit een taaleis zit daarin. Mm-hmm. Die taaleis, dat is ook wel het mooie onder de nieuwe wet, die is fors hoger dan onder de oude wet, de wet 2013. Mm-hmm. Daar wordt goed op ingezet. Daarnaast is het wettelijk vastgelegd dat er de zogenaamde MAP gedaan wordt, dus module arbeidsparticipatie, waarin verteld wordt, dat is een cursus van 1-2 dagen, waarin verteld wordt hoe het werkt qua werk, de werkhygiëne, het zoeken, dus voorbereiding op netwerken, heel belangrijk. En er zit natuurlijk ook dat woord participatie in. Dus in dat stuk zijn ze al verplicht om een x aantal uren of een leerwerktraject te doen of een stage of vrijwillig. Is er ook nog een stuk participatieverklaringstraject, dat is ook een cursus van 2 dagen, waarin de normen, de algemene normen die we hier in het land hebben, denk aan vrijheid, democratie, hoe dat hier werkt in het land, dat wordt in die cursus uitgelegd. Hebben ze al die dingen doorlopen, dan kan men dus het diploma inburgering krijgen. En dan, maar daar komen we straks nog wel eventjes op, dat stuk taal, dat hield ik nou heel kort, maar daar zijn ook verschillende routes voor, want de bedoeling onder de nieuwe wet is zoveel mogelijk maatwerk te kunnen leveren, zodat ieder op een zo hoog mogelijk niveau dat taalonderwijs gaat halen. Ja. Dat is een mooie brug, hè, van wat Joep net verteld hebt. Als ik mag eerst even wat vertellen. Want u hebt het daar straks gevraagd. Hè, wat is dat eigenlijk een verschil tussen leerwerktraject en stage? Ja. Hè, en het is al die statushouders met diploma, je hebt bijvoorbeeld een advocaat uit het land van herkomst. Maar als je dan daar gestudeerd en een diploma hebt als een advocaat, dan kan je dan hier niet in Nederland gebruiken. Behalve als je dan een internationale rechten gestudeerd hebt, dan is dat een ander verhaal. En dan mogen ze dan hier vergelijking diploma en dan kunnen ze dan nog wel wat hier gaan werken. Maar voor nationale rechten, dat kunnen ze dan niet eens gebruiken. Dus dat betekent dat ze dan wel opnieuw hier hun leven moeten gaan bouwen. Vanaf nul weer.
Ja, dus dat betekent dat wat ze dan ook gedaan hebben met de studie, dat gaat het ook niet meer worden. Dus we moeten kunnen starten om een startkwalificatie te geven voor iedereen die nodig zijn. Dan kunnen wij dan bijvoorbeeld, nou ja, hopelijk dat wij dan een leerwerktraject kunnen aanbieden. Zodat ze toch wel verder kunnen ontwikkelen in Nederland. Voor die verdere ontwikkeling is natuurlijk de hulp en de rol van ondernemers van het allergrootste belang. Hè? Absoluut. Hoe belangrijk zijn ondernemers om statushouders te helpen bij het inburgeren? Nou, heel erg belangrijk. Ja. Het is een hele grote rol. Want zoals ik daar straks ook al benoemd heb vanaf het begin, de statushouders hebben een plek nodig in de praktijk om te kunnen spreken, te kunnen oefenen. Ja. Want ik kom ook niet uit Nederland. Ik ben niet hier geboren. Ik woon nu 15 jaar in Nederland onaangebroken. Ik moet ook nog vanaf begin leren van A tot Z weer. Maar niet iedereen de kans kunnen krijgen of aangeboden worden. En niet iedereen ondernemen genoeg om de kans eigenlijk zelf ook nog te gaan zoeken. Dus dan is het wel de rol van de werkgevers is heel erg belangrijk. Ja, want dan kunnen ze, ze hebben dan taalschool, dus moeten ze dan 3 dagen ongeveer naar school om de Nederlandse taal te kunnen leren. Maar dan hebben ze ook nog praktijkgedeelte nodig. In de nieuwe wet, daar staat het ook duidelijk, hè, want ze hebben dan 3 leerroutes gestipeld. Dat is onderwijsroute, dan heb je de Z-route, dat is zelfredzaamheidsroute. En dan heb je dan ook nog de BN-route, wat Joep daar straks al benoemd heeft. Dat was destijds zeg maar de taalniveau, examen, eindexamen is tot A2 niveau. Dat is net basisschool, maar straks dan gaat het daarnaar omhoog gezet naar de B1-niveau, dat is op de MBO-niveau. Dus dat betekent dat ze de Nederlandse taal toch wel wat hoger gezet worden. Ja. Ja, dus dan is het wel belangrijk dat de werkgevers openstaan om de statushouders een plek aan te kunnen bieden, zodat ze dan verder kunnen ontwikkelen en dat ze niet meer afhankelijk zijn van de uitkering. Hoe is op het ogenblik de samenwerking met de ondernemers hier in onze gemeente? Op dit moment, momenteel, dat is best wel een beetje moeizaam. Het is niet alleen maar voor de statushouders, maar ook voor de, met een migratieachtergrond. Dat mogen we eigenlijk niet meer noemen. De mensen dan die al Nederlandse paspoort al aangevraagd, maar dan niet echt hier in Nederland zijn geboren. Ze hebben ook niet zoveel baan aangeboden hier, voornamelijk in Edam en Volendam. Ja. Is het inburgeringstraject voor elke statushouder hetzelfde? Of wordt er wel rekening gehouden met herkomst en opleiding? Nee, allemaal hetzelfde. Dus het niveau is allemaal hetzelfde. Maar natuurlijk is er rekening gehouden worden met. Daarom is het dan, hebben we dan 3 leerroutes gemaakt. Dat is de onderwijsroute bijvoorbeeld voor de hoogopgeleide. Dan kunnen ze dan VWO, WO, kunnen ze dan, of HBO kunnen ze dan volgen. Of MBO. Maar de Z-route, dat is alleen maar voor diegenen die er eigenlijk niet verder kunnen. Dus dan worden dan alleen maar getraind over qua spreekvaardigheden. Ja. En dat is gewoon heel mooi nu, want dan moeten ze dan ook in de praktijk 800 uur participatieactiviteiten gaan volgen. Voor ieder statushouders die de Z-route gaan volgen, de zelfredzaamheidsroute. Een probleem, dat is ook de huisvesting van statushouders. Hè? Ja. We lezen dat het in heel Nederland een probleem is, maar klopt. Ook in onze gemeente is het nog een hele klus om een vaste woonplek of adres te geven aan statushouders. Hoe gaat onze gemeente daarmee om? Ja, wij zijn daarop geen uitzondering met de rest van het land, want het is natuurlijk overal heel problematisch. Ja. Kijk, er zijn afspraken met de woningbouwcorporaties dat 25% van de fundamentaties dat gaat naar urgente. En ja, goed, dat is natuurlijk ook omschreven welke mensen er onder urgent vallen. Maar in ieder geval de groep statushouders
En dan kom ik op die taakstelling waar ik het eerder over had. Die vallen daar ook onder. Maar goed, ja, het is overal woningnood en de doorstroom is heel laag. Dat, ja, we hebben op dit moment wel een achterstand in de taakstelling. Ja, maar dan is het dan ook een beeld over dat de nou ja, statushouders krijgen alles. Dat is dus eigenlijk niet zo is. Hè? Want dan nu ook nog over de woningtekort. Eigenlijk de statushouders krijgen dan een hele klein percentage om een woning te kunnen krijgen. Het is ook in landelijk. Dus dan is het, als we praten wij dan over 25%, is het dan eigenlijk voor de groep urgent. En dan statushouders misschien krijgen ze dan ongeveer 5%, 2 à 5%. En de rest is het dan voor urgenten. Ja, ja. Je moet je ook realiseren dat, ik snap als mensen ja, statushouders als buren krijgen, dat je denkt van, hé, die komen opeens voor de buren, komen die uit de lucht vallen. Maar daar zit een heel proces aan vooraf, wat ik net al uitlegde. Ik zei het heel snel, maar ook bij de IND zijn enorme achterstanden. Dus voordat duidelijk is of iemand wel of niet de status krijgt, nou, dan ben je soms wel 2 jaar verder. En dan heb je nog dat proces van koppelen, wat ik ook heel snel vertelde. Maar na die koppeling, dan op dit moment is de wachttijd ook nog een jaar. Ja. Ja. Dus, en nou is het gelukkig wel zo dat in samenwerking met de COA hebben we afgesproken dat die mensen die daar zitten al mee gaan doen aan de zogenaamde voorinburgering. Ja. Om in die tijd, ja, dat ze eigenlijk zitten te wachten, om dat ook nuttig in te zetten om de Nederlandse taal te leren en indien mogelijk, een beetje afhankelijk van de locatie, ook te gaan participeren in de maatschappij. Ik neem aan dat die Nederlandse taal toch wel van het allergrootste belang is, ook voor werkgevers, om statushouders in dienst te nemen. Ja en nee. Natuurlijk is het de Nederlandse taal belangrijk, hè? Maar als je dan de statushouders nooit geholpen of geboden om in de praktijk, zoals ik daar straks ook aan zei, te oefenen, dan kunnen ze ook nooit verder. Nee, is waar. Dus dan is het zoals nu, zeg maar, dat ik noem maar een mensen uit Polen. Ze spreken ook geen Nederlands, maar ze kunnen ook werken. Ja, dat. Dus dan is het dat exact ook voor de statushouders. Ja, dus ze moeten gewoon een kans geboden worden om aan de slag te kunnen. Want die mensen ontvangen toch een uitkering. En uitkering is het onze belastinggeld. Maar ze willen heel graag wat doen. Maar als ze dan geen kans hebben, dan is het moeilijk voor hun. Want gisteren hebben wij dan ook wat georganiseerd. En het is gewoon mooi om te zien. Dat is financiële en arbeid. En, ze krijgen straks een cursus 6 dagen lang over financiën en arbeid. En dan wordt het ook uitgelegd over werknemersvaardigheden. En hoe ga je dan doen als je aan het werk gaat? Ja? Met te maken hebben met de belastingdienst. Ja? En hoe zit het er eigenlijk met de toeslagen? Ja, want ze hebben natuurlijk geen flauw idee hoe in Nederland is. Ja, en dan weten ze ook niet hoe belastingen, als je dan aan het werk, en dan moet ik dan doorgeven of niet aan de belastingdienst. Maar daar komt er meestal ook nog een probleem wanneer ze dan aan het werk gaan. En dan, dan zijn ze vergeten om bijvoorbeeld zorgtoeslag stop te zetten. Ja, of is het dan ook nog een ander toeslag door te geven. En dan krijgen ze een hele hoge boete vanuit de belastingdienst. Ja. En dan hebben wij dan gisteren gemerkt, hè, hoe gemotiveerd ze zijn. En dan gaven ze zelf allemaal aan. Wij willen graag aan het werk. Help ons om aan het werk te gaan. Wij zijn zo ontzettend blij met het echt gebrekkige Nederland. We zijn zo blij. Ik krijg echt een beetje tranen weer. We zijn zo ontzettend blij dat ze dan nu gezien worden. Ook door ons bij deze gemeente. Ja, ja. Want er staat natuurlijk met de oude wet in burgering, zoals daar begint, hè, dat heeft u dan ook nog daar straks benoemd, dat door de regie niet meer bij de gemeente destijds liggen, dat ze dan eigenlijk als een vergeten doelgroep gezien worden. En dan zeggen ze dan iedereen, hey, de statushouders, die willen gewoon niks doen. Nee, de statushouders willen wel wat doen, maar ze worden nooit eigenlijk begeleid. Ze hebben hulp nodig om aan de slag te kunnen. Daar was natuurlijk, en je gaf het al aan, hoeveel problemen statushouders hebben om te kunnen aarden hier.
Maar er komt inderdaad er komt een boel op hen af. En om hun weg te vinden in onze maatschappij is denk ik ook de hulp van vluchtelingenwerk van groot belang. We hebben die organisatie. Speelt vluchtelingenwerk ook een belangrijke rol in het integreren en inburgeren van nieuwe mensen? Ja, dat inburgeren, dan kom ik weer terug op wat ik net zei. Dan hebben we het over het officiële traject. Maar daarnaast, kijk, ze komen hier in Ena Volendam en kennen weg nog steg. Dus alles moet geregeld worden. Hè? Hoe vraag je verzekering aan? Hoe komen de kindjes naar school? Waar vind ik de supermarkt? Nou ja, al dat soort heel praktische dingen. Dat wordt vanaf dat ze hier komen, wordt het door een vrijwilliger van vluchtelingenwerk, wordt het echt heel intensief begeleid om, om dat op te zetten. En daarnaast zijn ze ook heel belangrijk voor het juridisch stuk, voor eventuele juridische vragen waar ze mee kunnen zitten. Kan mijn gezin nareizen of nou ja. Dat soort vragen. Ik heb ook begrepen, ik ben bij een presentatie geweest in de PX een aantal maanden terug, dat er gesproken werd over het zogenaamde buddy-project. Ja. Ik kreeg de indruk dat buddy-project toch wel een heel belangrijk project is om statushouders te helpen bij de inburgering. Hoe zit dat? Ja, zeker. Het idee, dat was een beetje, bij veel organisaties die met vrijwilligers werken, of die met vrijwilligers werken. Het is toch lastig als je de taal niet spreekt. Hè? Hoe leg ik aan zo iemand uit wat er van hem verwacht wordt? Aan de andere kant zit je met die statushouder die echt wel graag mensen wil leren kennen, dingen willen doen. Dus wat hebben we toen bedacht? We gaan een groep vrijwilligers samenstellen. Die statushouder naar vrijwilligerswerk echt praktisch meegaat, zodat de organisatie, die kan dat gewoon in het Nederlands kan niet uitzeggen wat er van die verwacht wordt. En die buddy, die heeft natuurlijk alle tijd om dat rustig met die statushouder door te spreken en te doen en kalm aan. Dan is de bedoeling dat, en zo gaat het ook, want het project dat loopt, in het begin dan is die buddy heel intensief met die statushouders bezig en die trekt zich steeds meer terug, zodat die statushouder daar op een gegeven moment, na maximaal een half jaar, gewoon zelfstandig daar dat vrijwilligerswerk kan doen. In die tijd hebben ze natuurlijk met z'n tweeën, want we zetten expres geen gelijktaligen bij elkaar. Nee, klopt. Dus iemand uit Eritrea die krijgt iemand die Nederlands en Arabisch spreekt, maar geen Tigrië. Dus ze moeten Nederlands met elkaar communiceren. Zo moet dat dan gaan lopen. Ja, want de eerste stap moet gemaakt worden, ja, voor de statushouders. Ja. Dus als je dan betaalwerk nog niet is, dan is het een vrijwilligerswerk ook belangrijk. Hè? Dus dan is het wat het belangrijk is van de nieuwe wet, en dat is mooi, hè? Dat is het de duale trajecten. Die moeten wij gaan creëren. Dus zowel de taal, maar ook voor activiteiten, voor de participatie ook nog daar aangekoppeld. Direct vanaf het begin, dat wanneer ze dan gehuisvest hier in Edam, Volendam en ook in Nederland. Zo'n buddy, hè, zo'n vrijwilliger, die heb je niet zomaar, die pluk je niet zomaar van de straat. Nee. En als je dat, en als het je wel lukt, dan nog, een buddy moet natuurlijk wel aan een aantal eisen voldoen, vaardigheden bezitten, om überhaupt statushouders te kunnen helpen wegwijs te worden in ons land. Ja. We hebben dan een collega aangenomen. Nou ja, het is eigenlijk al destijds. Vrijwilligersmakelaar. En zij is verantwoordelijk voor de buddies, om buddies te werpen. En dan, klopt, wat u zei ook, moet dan aan de eisen voldoet. En dat is onder andere dat ze dan wel om te kunnen gaan met de statushouders. Dat ze geduld moeten hebben, hè? Want statushouders natuurlijk spreken niet zo goed Nederlands. Moeten soms handen en voeten gebruiken om uitleg te kunnen geven. En diegene die zoeken wij. En ze nog steeds, zodat we nog veel meer natuurlijk... Maar we zijn ook getraind in het omgaan met... Wat ik je hoorde zeggen is dat er altijd nog extra buddies nodig zijn. Er is dus een tekort aan. En dan kan ik me voorstellen dat er best wel mensen rondlopen die als vrijwilliger, als buddy, statushouders zouden willen helpen. Maar waar kan zo'n iemand die buddy wil worden, waar kan die dan terecht om zich aan te melden?
bij onze collega dat, op dit moment, Tessa van Houten. Tessa van Houtrijf, dat is de vrijwilligersmakelaar. En die in samenwerking met onze consulent inburgering worden die mensen ja, goed begeleid. Want je zit natuurlijk altijd met een dubbele matching tussen het moet en klikken tussen de statushouder en de buddy. En de werkgever. En ja, de organisatie. Vrijwilligersorganisatie. Ja. Dus dat is altijd een 1-2'tje met de vrijwilligersmakelaar en de consulent inburgering. Een ander puntje. De inkomenspositie van statushouders is in de regel nogal penibel. Minimum inkomen en weinig of geen spaargeld. Werkt de gemeente ook met budgetcoaches om die mensen een beetje het wegwijs te maken in deze financiële wildernis? Ja, we hebben dan nu vanaf 1 januari ook meegenomen in de wet dat het onzorgen. Dat betekent dat al de statushouders gedurende 6 maanden lang geholpen door de gemeente om een vaste lasten direct geregeld worden vanuit de uitkering. Dus het gaat van de uitkering af. En dan hebben ze daar nog wat het overgehouden. Ja, de vaste lasten is zowel de huur, zorgverzekering, ga wat er ligt. En daar wordt het dan eigenlijk in vermindering gebracht vanuit de uitkering. En dan krijgt ze dan de rest van het bedrag overgemaakt om te kunnen leven. Ja, ja. En daar krijgen ze ook nog, zeg maar, de statushouders, eurowijzer. En dat is omgaan met geld. Want ze weten natuurlijk, zoals ik dat ook benoemd heb, hè, moeite om te weten, hè, hoe kunnen wij eigenlijk automatiseren om te kunnen betalen, hè, de rekeningen. Dat het dan niet hoeft zoals vanuit land van herkomst in anders zijn. Nog eventjes een puntje wat ik onlangs ook in de krant las. Er zijn statushouders die voor een opleiding of voor scholing naar school moeten buiten de gemeente. En er zijn reiskosten aan verbonden. En het probleem was dat die reiskosten, dat levert hen problemen op. Vooral als ze een abonnement moeten nemen. Dat niet uit het budget kan dat hen beschikbaar is gesteld. Hoe lost onze gemeente dat op? Of is dat geen probleem voor onze gemeente? Nou, dat is ook niet helemaal waar. Hè, want het is ook vanuit de gemeente. Is er dan al geregeld, ja, destijds ook. Wanneer de statushouders elders gaan naar de taalaanbieders, is dat in Amsterdam of is dat in Voermerend, kunnen ze altijd een reiskosten aanvragen. Ja. Bij de gemeente. Dat kunnen ze dan wel krijgen. En dan moet dat wel aangevraagd worden. En dan meestal is het dan door behulp van maatschappelijke begeleider, hè, vanuit vluchtelingenwerk, worden dan aangevraagd de reiskosten naar ons toe, naar de gemeente. Yes. Dus bij deze gemeente is al wel geregeld. Klopt, in sommige gevallen, stel dat het man en vrouw, hoogopgeleide, die moeten dan naar Amsterdam, naar taalschool gaan volgen. Hè, dan is het kosten natuurlijk hartstikke duur, maar ze krijgen altijd achteraf vanuit ons. Want we kunnen natuurlijk niet van tevoren zien of ze dan wel aanwezig zijn of niet aanwezig zijn. Nee. Maar er kan altijd wel natuurlijk een uitzondering maken. Maar dat, ja, kunnen wij dan hier natuurlijk daarover niet te veel op ingaan. Welke rol speelt het wijksteunpunt bij de inburgering van statushouders? Niet. Ja, niet. Maar kijk, dat wijksteunpunt, dat is een samenwerkingsverband van verschillende maatschappelijke organisaties. En ik zeg niet, maar dat is natuurlijk ook weer niet helemaal waar, want vluchtelingenwerk zit in het wijksteunpunt. Aha. Een andere grote speler in het wijksteunpunt, dat is de bibliotheek. Ja, en de bibliotheek, die doet niet alleen boeken uitlenen. Maar een van de andere dingen, dat is het zogenaamde NL-plein. Voor aanvullend taalonderwijs bieden ze wegwijs op de computer en allemaal van dat soort dingen. Dus ja, dat is heel mooi dat
gecentreerd is in dat wijksteunpunt. Dat is hele korte lijntjes. Ja, waarom zei ik dan ook daar straks niet? Het is niet vanwege dat ze dan niet te maken hebben, nee. Maar dat is omdat ze dan wel gedurende, nou ja, we hebben dan nu pas besproken of afgesproken met vluchtelingenwerk. Dat ze gedurende 2 jaar max, dat de nieuwe statushouders en de huisvesten hier in Edam-Volendam mogen dan een maatschappelijke begeleiding krijgen gedurende max 2 jaar. Nee. En zodoende dat ze dan, nou ja, gaat ze dan niet zo snel terecht bij WSP. Natuurlijk is het van belang om statushouders naar betaald werk te begeleiden. Hè? Hoe is het gesteld met de bereidheid van werkgevers om statushouders in dienst te nemen hier in onze gemeente? Nou, we zouden er heel graag een heleboel bij hebben. Natuurlijk is de bereidheid er. Maar, nou ja, en dan kom je toch weer op het verhaal dat een groot probleem van de oude wet, dat was dat die begeleiding ontbrak, de mensen waren aan het zwemmen. De groep was niet in beeld, onbekend, maakt onbemind. En dat maakt dat we nu eigenlijk met een te grote groep zitten, statushouders, ja, die zonder werk zitten. Dus ja, we hebben echt... wel een goede samenwerking met de werkgevers nodig om, ja, dus de nieuwkomers, maar ook nog die groep die er zat, ja, om die naar een betaalde baan te helpen. Ja, ja, ja. Maar dat gaat lukken, denk ik. Ik ben ervan overtuigd. Ja, absoluut, absoluut. Er zijn in ieder geval statushouders in onze gemeente die er eigenlijk al klaar voor zijn, hè, die niet kunnen wachten dat ze aan de slag kunnen. Maar dan is het natuurlijk van groot belang om te weten hoe hun taalvaardigheid is en hoe de vooropleiding in het land van herkomst is geweest. We hebben het net al eventjes over gehad, maar hoeveel statushouders zouden graag geholpen willen worden? En in hoeverre vormt de taal, het beheersen van de Nederlandse taal, op dit moment een groot probleem? Nou, zoals u daar straks ook al benoemd hebt, het taalprobleem is een tijdelijke probleem. Omdat dat is het een precies kip-en-ei verhaal. Ja, wanneer ze dan niet kans geboden hebben om aan de slag te kunnen, dan gaat de Nederlandse taal ook nooit kunnen uitoefenen. Waardoor dat ze dan blijven achterstaan zitten. Maar het is gewoon... ze moeten gewoon een kans geboden worden. En als ze kans geboden worden, en dan gaan ze dan echt... doorgroeien. Maar kijk, je moet rekenen, dus, en dan heb ik het over de groep die eigenlijk vanaf 2016 hier naartoe gekomen zijn. Dan praat je over een, toch wel een 150 mensen. En, die nog in de uitkering zitten. Hè? Die nog in de uitkering zitten. En ja, dat is natuurlijk heel verschillend in niveau. Ja, er zijn mensen die, die analfabeet zijn. Maar er zitten ook mensen tussen die hoog opgeleid zijn en alles wat daar tussen zit. Dat er gaat, is natuurlijk geen verschil met de rest in het land. En het helpt echt, want wat je ziet is dat de hoger opgeleiden, die bleven inderdaad ook korter in de uitkering zitten. Dus die groep die wat meer aandacht nodig heeft, blijven zitten. Daarom is het dan, zoals ik zei, dus heb je kip-en-ei verhaal. Ze zijn niet geboren, dan blijven ook nog langer in de uitkering, omdat ze dan de taal ook niet gaan ontwikkelen. Wat je ook wel veel ziet, dat is, we hebben het nou over diploma waardering. Maar ja, in het buitenland werkt het toch een beetje anders. Hier in Nederland hechten we terecht heel veel waarde aan diploma's, maar dat is in het buitenland is dat anders. Als iemand heel goed in zijn vak is, dan vindt men dat goed en dan groeit men daar ook in door. Alleen als hier dan gevraagd wordt van laat even zien, dan wordt het heel ingewikkeld. Nou, en om daar ook een antwoord op te kunnen geven, hebben we een meetmethode. Dat is de zogenaamde incheck voor statushouders en voor andere reguliere mensen klanten. Reguliere klanten. Heet dat dan de ABC-methode. En dat is een forse vragenlijst, over de 200 vragen.
Maar daaruit komen dus echt de competenties van iemand komen er naar voren. Ook de ambities. Mm-hmm. En nou ja, heel kort door de bocht, maar op 13 leefterreinen krijgen we een keurig rapport van zo iemand. En aan de hand daarvan is het gewoon heel makkelijk om te kijken van nou, deze is echt geschikt om in ieder geval in die richting werk, vrijwilligerswerk, op te gaan. En het is zelfs zo dat we kunnen binnen dat systeem ook meteen matchen met werkgevers. Goed, werkgevers in bepaalde richtingen. Maar ook andersom. Als, ik zeg maar iets, bepaalde vrijwilligersorganisaties hebben mensen nodig. Die kunnen Tessa benaderen van, god, ik heb voor daar en daarvoor heb ik vrijwilligers nodig. Nou, die kan zo kijken in die database die we dan hebben. Van, oh, maar deze groep statushouders, die zou daar perfect in passen. Want wat iemand graag wil en of gedaan heeft, ja, dat kunnen vaak twee heel verschillende dingen zijn en waar je goed in bent. En vooral dat laatste, dat is natuurlijk belangrijk om hier in het land te gaan ontwikkelen. Nog even terugkomend, want ik merkte dat als een soort hartekreet om die grote groep statushouders, om die aan het werk te krijgen. En wij zullen ook ons best doen om werkgevers voor de camera te krijgen. Heel graag. Die bereid zijn om statushouders in dienst te nemen. We weten dat er op het ogenblik een groot tekort aan personeel is. Ja. En we zullen proberen via de werkgevers te kijken of ze bereid zijn of ook in de gelegenheid om statushouders bij hen in dienst te nemen. Heel erg graag. Zou heel fijn vinden. Ja. Ja. Dan dank ik jullie voor jullie inbreng hier. Nou ja, u ook. Dank u wel. Ja. Jaap Tol, je bent van Deurwaarde. Dat is een onderdeel van Heijn Schilderbouw. Waarom sta je hier? Om proberen mensen te motiveren dat ze metselaar, schilder, onderhoudswerker, bouwhulp, noem het maar op. Dat we mensen kunnen motiveren en kunnen helpen om in de maatschappij terecht te komen. Is het zo dat jullie vaker statushouders in dienst nemen? Of is dit, is dit de eerste keer dat jullie statushouders graag in dienst willen nemen? Wij hebben zelfs al 5 mensen vanuit de markt, ik geloof dat het via Werkom was, via Chris, hebben we vanuit allerlei sociale domeinen geplukt, te pakken gekregen. En die staan bij ons nu als medewerker, in dienst zijnde metselaars op de stijgen. En je gaf in feite al aan, hè, dat jullie zelf ook aan het trekken zijn om statushouders in dienst te krijgen. Maar worden statushouders ook aangeboden door andere partijen? Ja, maar dat is heel moeizaam. Heel veel gemeentes doen er van alles aan. Maar het is een bureaucratisch geheel, vind ik. Het zou veel meer open moeten. En de rompslomp eromheen moet losgelaten worden. Met andere woorden, de bureaucratie... Het duurt te lang. Ja, ja. En wat betreft die statushouders, er zijn veel statushouders en dat hoor je als je hier door de zaal wandelt. Waar het Nederlands nog gebrekkig van is. Is dat een beletsel om mensen in dienst te nemen? Dat is zeker een beletsel. Alleen, HSB heeft op dit moment een metselschool. We hebben een klas met leerlingen. Die worden nu opgeleid tot metselaar. En daarbij geven wij ook Nederlandse les. Met andere woorden, het mes snijdt aan 2 kanten. Absoluut. Toen wij jullie stand naderden, toen zagen we dat het toch redelijk druk was. Ik neem aan dat jullie tevreden mogen zijn met de opkomst. Ja, leuk. Het is lekker druk en al een paar kandidaten gezien, dus dat is positief. Zijn jullie al gewend met werken met statushouders? Er werken heel veel nationaliteiten binnen Succes Schoonmaak. Statushouders op dit moment nog niet. We zijn wel druk bezig om... kandidaten te vinden die bij ons aan de slag willen. Is het voor Succes
een groot punt dat potentiële werknemers dat ze goed Nederlands spreken? Of gaan jullie van de veronderstelling uit, werkende weg leren ze ook goed Nederlands? Het laatste zeker. En we zijn zeker gewend ook om met handen en voeten dingen aan mensen duidelijk te maken. Ja, het is natuurlijk wel een voordeel als iemand wel wat begrijpt en, qua communicatie. Maar omdat er zoveel nationaliteiten ook binnen Succes werken, is er altijd wel een soort van match te vinden met een buddy die kan begeleiden. Dat was ook een vraag van me. Want hoe komen potentiële werknemers, statushouders, hoe komen die bij Succes aan het werk? We proberen op banenmarkt als deze mensen te ontmoeten. En via de gemeente worden soms mensen aangeboden. Of aangeboden, ik klinkt zo raar, maar aangeboden. Maar ja, bij ons aangebracht, zeg maar, of dat ze geïnteresseerd zijn om aan de slag te kunnen binnen Succes. Ja. En jullie zijn tevreden met niet alleen tevreden met de opkomst, maar het lukt ook om voldoende nieuwe werknemers in dienst te krijgen? Op dit moment is het lastig. Ja, de markt is echt verzadigd en we hebben veel meer vacatures als dat er mensen zijn. Dus het is wel lastig om aan personeel te komen. Ja. Met andere woorden, als ik zou vragen, dan wilt u een oproep doen, dan? Kom werken bij Succes, leukste schoonmaakbedrijf van Volendam en omstreken. En we hebben genoeg vacatures die aansluiten bij wat jij leuk zou vinden. Dus ik zou zeggen, kom langs. Meneer Jansen, ik zie op uw badge dat staat werkgeversservicepunt. Ja, inderdaad. Kunt u dat toelichten? Uiteraard. Het werkgeversservicepunt is een onderdeel van onder andere het UWV. Het werkgeversservicepunt is een samenwerking tussen het UWV, de gemeentes en regio Zaanstreek-Waterland en Werkom, het participatiebedrijf van gemeente Zaandam en gemeente Purmerend. Bij elkaar formeren wij het regionale werkgeversservicepunt. En u bent een van de organisatoren van deze bijeenkomst? Inderdaad, een van de vier organisatoren die dit georganiseerd heeft voor de statushouders woonachtig in deze regio. En wat beoogt u met deze bijeenkomst tot stand te brengen? Nou, wat wij willen is gewoon de staatshouders ook de kans krijgen bij werkgevers om aan het werk te kunnen gaan. Want staatshouders willen nu eenmaal werken. Dat geldt ook voor de huidige Oekraïners die op dit moment in ons land zijn. Die willen graag werken. En daar staan een heleboel werkgevers voor open. Vandaar dat wij hebben gezet om een banenmarkt te organiseren voor de statushouders. Nu zie ik hier heel veel, relatief veel statushouders. Hoe zijn die aan de wet gekomen dat deze meet en greet hier vanmiddag is? Ja, nou, in ieder geval vanuit Volendam hebben ze de 105 staatshouders die woonachtig zijn in regio Edam Volendam hebben ze uitgenodigd met een verplicht karakter om hier langs te komen. Vanuit Waterland zijn er 49 statushouders vrijblijvend hebben zich aangemeld. En van de overgemeentes, en dan praat ik over Zaandam, Purmerend, overgemeente en Landsmeer, die kandidaten, die staatshouders zijn uitgenodigd. Om vrijblijvend land te komen hier. Ik zie hier ook borden met werkgeversnamen erop. Als ik het zo beoordeel, dan denk ik dat er nog vrij veel ondernemers zich hier presenteren. Heb ik gelijk? U hebt absoluut gelijk. Ja, en we hadden er veel meer kunnen noteren. Alleen qua vierkante meters hebben we bepaald dat we tot maximaal 15 werkgevers willen gaan zitten. En als ik had gewild, had ik er 50 kunnen uitnodigen. En die zouden dan ook zijn gekomen? Alle 50 hadden dan gehuid gekomen. Ook de meeste werkgevers staan open voor staatshouders. En hoe vaak organiseert u zo'n greet and meet in deze regio per jaar? In deze regio eigenlijk een van de eerste keren, zo'n meet and greet staatshouders. Wat we wel vaker doen, dat is één keer of twee keer in het jaar, doen wij zogeheten banenmarkten. En de banenmarkt organiseren we onder andere in de Zaantheater in Zaandam of onder andere in de P3 in Purmerend. En dan praten we over een bezetting van ongeveer 50 tot 60 werkgevers. Met daarbij uitgenodigd zeg maar, vanuit de diverse uitkeringsposities dan mensen vanuit de WW. Waaienuitkering, weeruitkering, de bijsuitkering. Dan zitten we ongeveer op 3000 mensen die we uitnodigen om land te komen voor de banenmarkt. Dat zijn nogal aantallen. Dat zijn een heleboel aantallen, ja. Ja, op dit moment zijn er nog ongeveer 2400 werklozen in Zaandam. Waarvan een x-aantal gedeeltelijk werkzaam zijn. En een x-aantal 64 plus zijn, zeg maar. Dus daar houdt niet veel over. Nee. Ik neem aan dat u tevreden bent over de opkomst hier. Opkomst van de werkgevers wel. Van de 15 zijn er 14 aanwezig. Staatshouders mogen voor mij wat iets meer binnenkomen dan. Maar ja, we hebben nog de 6 uur, dus ik hoop dat ze toch allemaal binnenstromen straks. Meneer Tuip, u bent wethouder of portefeuillehouder sociaal domein.
Met ingang van dit jaar hebben we de nieuwe wet inburgering gekregen. Dat betekent dat de regie van het inburgeren bij de gemeente is komen te liggen. Nou denk ik, want u bent al zes jaar een paar jaar wethouder geweest, dat die wijziging, het feit dat de regie nu naar de gemeente komt, toch een andere invulling geeft aan de verantwoordelijkheid voor in het sociaal domein voor statushouders. Is dat zo? Jazeker. De nieuwe wet inburgering heeft eigenlijk als doel dat men vindt dat gemeenten beter weten hoe de netwerken in elkaar steken. Kennen de bedrijven natuurlijk ook wat beter. En er komt een boel verantwoordelijkheid op ons af. Omdat wij nu als gemeente zelf ook verantwoordelijk worden voor die inburgering. Dat zal eerst natuurlijk vanuit het COA werd dat geregeld. En nu word je eigenlijk al vanaf het moment dat mensen in de COA's komen, verantwoordelijk voor de toekomstige statushouder die jou kan. Even tussendoor, COA, dat is Centraal Orgaan Asielzoekers, hè? Ja. Daar wordt eigenlijk dan bepaald of iemand een status krijgt. En op het moment dat iemand ook die status heeft, dan mag hij verblijven in Nederland. En word je ook gelijk toegewezen aan een gemeente. En vanaf dat moment ben je eigenlijk al gelijk in contact met de statushouder die dus jouw gemeente komt. En wat men daarmee beoogt is dat daarmee sneller een soort verbinding komt met die statushouder, maar ook dat je al hier aan de slag kunt gaan met een netwerk opbouwen. Om te kijken naar welke huisvesting is er nodig. Welke kwalificaties heeft deze statushouder. Is er een grote taalachterstand of niet? Dat wordt dan ook allemaal in beeld gebracht. En er wordt ook nog een persoonlijk inburgeringsplan gemaakt. Een PIP. Samen met de statushouder. Die daar ook verantwoordelijk wordt. Het wordt ook wat strakker allemaal. Men vond het hiervoor wat te vrijblijvend. En daar word je als gemeente ook echt voor verantwoordelijk gehouden. Dus dat moet je ook allemaal monitoren en bijhouden. En dat gebeurt in onze gemeente. Want is onze gemeente ook daarin een pilot geweest? Of speelt dat geen rol in deze? Wij zijn vorig jaar hebben wij een pilot gedraaid. Samen met Landsmeer uit mijn hoofd. Om te kijken hoe dat werkte. Dat ging goed bij ons. Het grote probleem op dit moment is eigenlijk, want je ziet dat de centrale overheid heel veel gewoon natuurlijk over de schutting gooit naar de lokale overheid, dus gemeentes. Het grote probleem op dit moment is niet zozeer werk, want er is volgens mij op dit moment heel veel werk. Dan is het meer van, zijn de mensen gekwalificeerd? Nou, daar valt vaak een mouw aan te passen. Maar het grootste probleem is gewoon de huisvesting. En dat is natuurlijk een heel groot probleem en dat speelt in heel Nederland. U bent ook verantwoordelijk voor de happening vandaag, meet and greet hier in die Jozef? Ja. Nou ja, niet alleen natuurlijk, hè, maar als verantwoordelijk wethouder hebben wij deze meet and greet georganiseerd. Samen met het werkgever servicepunt, wat regionaal is opgezet natuurlijk. Het UWV en de overige gemeenten uit Zaanstreek Waterland. Daarmee organiseren we nu deze meet and greet, waarbij werkgevers en werkzoekenden eigenlijk op een zeer laagdrempelige manier met elkaar in contact kunnen komen. Heeft de gemeente een overzicht van de kwaliteit en het opleidingsniveau en de kwaliteiten van de statushouders die werk zoeken? Als we ze eenmaal gesproken hebben, hebben we daar een goed beeld bij van wat ongeveer wat de startkwalificaties zijn, wat hun achtergrond is. Daar worden ze natuurlijk ook al zoveel mogelijk in begeleid naar werk toe. Als dat nog niet allemaal aanwezig is, is dit natuurlijk ook een hele mooie kans om je netwerk te vergroten. Want eigenlijk snel werk vinden, dat gaat ook als je een groot netwerk hebt. Nou, deze mensen die komen natuurlijk uit een ander land, andere culturen. Hebben vaak ook soms nog een taalachterstand. En dat bij elkaar opgeteld maakt dat netwerk en die afstand tot de arbeidsmarkt, dat netwerk niet groot is en die afstand tot de arbeidsmarkt ook vrij groot is. In ieder geval hebben wij van statushouders die inmiddels werk hebben, die hebben dus eigenlijk ieder voor zich, maar het kwam op hetzelfde neer dat ook al spreek je de taal nog niet goed, als je eenmaal werk hebt, dan gaat het leren van de Nederlandse taal ook meteen een stuk sneller.
Nou ja, dat is een van de onderdelen van die nieuwe wet inburgering. Die hebben gezegd, nou eigenlijk, hè, want hiervoor moest je dan, is dat hele traject afgelopen en dan kon je daarna pas in aanmerking komen voor werk. Nee, nu hebben ze gezegd, dat werk maakt echt een onderdeel uit van je inburgering. Want inderdaad, zoals je zegt, als mensen met andere mensen omgaan in dat werk, leren ze die taal ook gewoon veel sneller. Ja. En dat scheelt natuurlijk ook weer de taallessen en dergelijke. Want ja, als je zelf ook net 2 weken op vakantie bent, de tweede week spreek je meer en luister en hoor je meer in die taal dan dat je er net bent. Maar dat geldt met name als mensen natuurlijk ook vrijwilligerswerk gaan doen al snel. Dan zijn ze onder de mensen. En het draagvlak wordt daarmee vergroot. Zowel voor de inwoners van de gemeente Edam-Volendam. Want ze zien de statushouders en leren die mensen kennen. En die statushouders leren ons weer kennen. En onze gebruiken en onze cultuur. Maar daarmee ook goed de taal. Wat verwacht u van de meet and greet happening vanmiddag? Nou ja, ik heb, als ik de lokale kranten lees en als ik de landelijke dagbladen moet geloven in het nieuws, dan is er een gigantisch groot arbeidstekort op dit moment. Dus ik denk dat er heel veel werkgevers zijn hier die staan te trappelen om hun werk aan te prijzen en dat ze graag ook mensen willen aannemen. Ja, en ik denk dat ik heel veel enthousiaste werkzoekenden zal zien, in dit geval statushouders, want daar doen we deze meet and greet voor, die graag aan de slag willen. En ja, en ik hoop dat daar veel matchen uit voortkomen vandaag. Hoe stimuleert u verder het opbouwen van een breed sociaal draagvlak voor deze nieuwkomers? Nou, wat we willen juist ook initiëren dat mensen veel meer vrijwilligerswerk gaan doen. Dus op die manier dat mensen dus ook ons lokaal leren kennen. En wat we nog anders doen, ja, we hebben een aantal instrumenten die we ook inzetten. Hè. Dus het NL-plein bij de bibliotheek, waarin mensen hun taalachterstand, maar ook hun digitale vaardigheden op niveau kunnen brengen. En dan met name ook gericht op van wat speelt allemaal hier. We geven ook financiële cursussen, Eurowijzer, zodat mensen weten hoe ze hun huishoudboekje moeten regelen. Er wordt ook met buddies gewerkt, dus echt wordt een vrijwilliger aan een statushouder gekoppeld. Ik ben, dat is alweer een aantal maanden terug, ben ik in de PX geweest. Daar was een presentatie over dat systeem. Loopt dat systeem? Zijn er voldoende vrijwilligers die statushouders kunnen begeleiden? Volgens mij loopt dat op dit moment aardig. Maar wat het grootste probleem is dat het vrijwilligerswerk aan zich onder druk staat. Maar als je dit als vrijwilliger heel leuk vindt, en dat is vaak waar het tegenwoordig om draait bij vrijwilligers. Hè, wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. En mensen willen niet over van alles in gaan, maar als je dit heel specifiek en jij vindt het leuk om met mensen om te gaan en ook nog met mensen met een andere taal, dan is dit een geweldig leuk iets. Want het heeft een begin en een eind en misschien kan er nog een vriendschap uit ontstaan, dat weet je nooit. Je helpt echt mensen verder hier in deze samenleving. Speelt vluchtelingenwerk ook nog een rol? Die speelt daar een grote rol in. Niet in elke cultuur is het vanzelfsprekend dat mannen en vrouwen betaald werk doen. Vooral voor vrouwen was dat nogal eens lastig in het land van herkomst. Doet de gemeente iets meer of iets extra's om ook vrouwen hier aan aan een betaalde baan te krijgen? Wij doen daar niks extra's in, omdat wij de vrouwen en de mannen ook statushouders allemaal gelijk behandelen. Want zo is het namelijk gewoon geregeld in onze samenleving. Ondanks dat je daar natuurlijk wel veel discussies over hebt tegenwoordig, maar vrouw en man zijn gelijk in Nederland en dat is onze cultuur. En zo gaan we ook die begeleiding in met de statushouder. En laatste vraag. Wat zou u de kijkers naar het programma 100 Midden Ouder mee willen geven? Ik hoef niet te zeggen dat ze moeten gaan kijken, want dan, als ze dit zien, dan kijken ze al. Maar wat ik ze mee wil geven is dat er wordt soms nog wel eens met vooroordelen gekeken naar statushouders.
Ik vind dat niet terecht. Statushouders hebben niet voor niets een status gekregen. En als je kijkt naar oorlogsvluchtelingen uit Syrië, of nu hebben we de vluchtelingen uit Oekraïne, zijn geen statushouders. Maar het wordt vaak allemaal over één kam geschoren. Maar over het algemeen, of tenminste, statushouders krijgen een status omdat ze op een of andere manier niet kunnen leven in het land waar ze vandaan komen. En dat doen ze echt niet omdat ze dat zo graag willen, maar dat doen ze omdat dat een noodzaak is. En daar mag wel iets meer, vind ik wel eens, wat meer begrip voor zijn. En voor degene die, die dat willen bekijken wat er dan zo gebeurt, dan kan ik iedereen aanraden om de documentaire voor Sama te gaan kijken. Hele mooie documentaire over een gezin wat in Aleppo leeft, wat gebombardeerd wordt, maar daar niet weg wil, maar uiteindelijk daar toch weg moet. En als je die documentaire bekijkt, dan begrijp je ook wat die mensen allemaal meemaken. Beste kijkers, deze uitzending wordt nog de hele week herhaald op RTV LOVJ. Tevens is deze aflevering ook te zien op YouTube onder het kopje LOVJ 100 min en ouder. En graag tot de volgende keer.